Dit item op Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door de Vleesconcurrent. Restaurantkwaliteit voor een scherpe prijs. We zijn hier natuurlijk om een mooie gebeurtenis te laten plaatsvinden. We gaan 2 medailles uitreiken aan de heren Panusa, de soldaat 1 Panusa. Het gaat om het mobilisatie-oorlogskruis en het ereteken voor orde en veiligheid. Ik zal een aantal dingen voorlezen, onder andere waarom de medailles zijn toegekend en ook de betekenis van de medaille. En uiteindelijk ga ik over tot de uitreiking van de medailles aan u. Dan komt een stukje tekst bij, dus bij deze. Geachte mevrouw Panusa, onlangs heeft u het verzoek ingediend om postume toekenning van het mobilisatie-oorlogkruis aan uw vader, de heer M. Panusa, geboren op 17 maart 1921 te Kairatu in Indonesië. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat wijlen uw vader voldoet in het koninklijk besluit, van 1 oktober 1992, nummer 92009061, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van het mobilisatie-oorlogskruis gestelde de voorwaarden. Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat uw man voldoet aan het in het koninklijk besluit van 12 oktober 1990, nummer 90020890, houdende wijziging en hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van het ereteken van orde en vrede, gesteld de voorwaarden. Als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewone moeilijke omstandigheden wordt hem het mobilisatie-oorlogskruis en het ereteken voor orde en vrede postuum toegekend. En bij deze wil ik dan overgaan tot de uitreiking. Alsjeblieft. Als ik het volgende mag. We hebben nog een tweede. Ook hier zal ik wat over vertellen. Zo. Hierbij is de tekst wat korter van, maar ook hier zal ik het een en ander over vertellen. Het ereteken van orde en vrede. Ingesteld bij koninklijk besluit van 2 december 1947 en laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 oktober 1990. Het ereteken van orde en vrede kan worden toegekend aan militairen van de krijgsmacht die in het toenmalig Nederlands-Indië, dan wel Indonesië en aangrenzende zeegebieden in het tijdvak aanvangend van 3 september 1945 en eindigend op 4 juni 1951 tenminste 3 maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Dit ereteken werd op 28 december 1949 ook toegekend aan militaire diensttijd in Nieuw-Guinea. Helaas is hier niet veel meer symboliek over te vinden. Maar desalniettemin wil ik ook hierbij overgaan tot de overhandiging van het ereteken voor orde veiligheid. Zo. Alsjeblieft. Dank u wel. Applaus. Ja. En dan natuurlijk ook nog als laatste erbij, hoort er ook altijd bij, wil ik er ook nog een mooi boeketje bloemen aanbieden namens het regiment. Dank je wel. En ook bedankt. Dank je wel. Deze zijn de eerste mensen. Ja, eerste vraag. Ik wil alleen zeggen, dat veel bedankt voor... Kom van mij. Geen dank. Ja? Ja. Heel graag gedaan. Hartstikke graag gedaan. Zeker. Graag gedaan. Dit item op Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door de Vleesconcurrent. Restaurantkwaliteit voor een scherpe prijs.